Ik ken Luierdijk eigenlijk vanaf dat ik hier woon. Wij zijn in 1974 in Maassluis komen wonen. En vanaf die tijd is Luierdijk een begrip. Na bijna 140 jaar valt het doek voor juwelier Luierdijk in Maassluis. Vincent van Gogh leefde nog tijdens de opening. Ik vind het sowieso heel jammer dat de Maassluisse binnenstad op die manier toch leeg loopt. Ja. Met gewone kleine mooie winkels. Ja, jammer. Ik heb daar wel even een jaar zeker over moeten nadenken. Maar het is goed zo. Wij zijn niet failliet. Het is echt pensioen. Ik koop een horloge voor mijn man. Wij zijn 50 jaar getrouwd volgende week. Wat leuk. Ja, zeker. Mijn opa, hij begon met klokken te repareren. Twee keer in de week ging hij bijvoorbeeld naar Maasland, naar de tuin dus, of de boeren toe. En dan ging hij een klok halen om te repareren. Dus dat was een bepaalde service in die tijd, wat je nu niet meer kan doen. Heeft u al een mooi horloge gevonden? Jazeker, dat heb ik. Ja. Maar uw man kijkt en ziet dit misschien, dan is de verrassing wel weg. Of weet hij het? Wanneer wordt dit uitgezonden? Opheffingsuitverkoop. Ja, dat doet altijd een beetje pijn, ja, denk ik, als je dat ziet. Ja, dat is zeker dat het toch pijn doet. Dus ja, maar we zijn er in ieder geval gelukkig nog een paar maanden. Dus kunnen we dat ook allemaal even netjes afhandelen. Ja, we kunnen zorgen dat uw man het niet ziet. Nee, dat is onzin. Daar kan ik wel voor zorgen. Ja. Als ik maar weet wanneer het uitgezonden wordt. Verwacht u dat uw man ook hier is geweest voor u? Ik heb echt geen idee wat hij in zijn hoofd heeft. Geen idee. Het prettige bijkomstigheid van het feit dat de deuren dicht gaan hier over een paar maanden is wel dat u korting krijgt. Hè? Wat heeft u vandaag gepakt? 20% heb ik gekregen. Nou, lekker. Zeker. Hartstikke goed. Dat is mooi meegenomen. Ja, want het volle pond is uw man ook niet waard natuurlijk. Laat ik me dus mooi niet over uit. Ja hoor, hij is voor mij goud waard. Kijk. Het is geen gouden horloge, maar hij is goud waard.